Is hij dichtbij genoeg? Nou, kijken ook wat wij nou installeren. Dus alleen maar warmtepompen bij nieuwbouw. Renovatie doen we veel warmtepompen. We doen heel veel in warmtepompen. Warmtepompen. We zien dat ook heel veel voorbij komen. Ja, zeker. Op dit moment is het een hot item. Of het echt het product van dit moment wordt, is nog altijd mijn vraag. Maar er zit ook heel veel tussen de warmtepomp en het warmtenet in, zal ik maar zeggen. Wat nu lijkt alsof het dat alleen maar is. Een luchtwarmtepomp die herrie maakt. Of een stadsverwarmingsnet op een gasgestookte elektriciteitscentrale die eigenlijk ook niet duurzaam is. Nou, daar zit heel veel tussenin. Ik ben zelf nog vrij jong en we hebben heel veel oude rot in het vak waar je echt een goede discussie mee kan hebben. Hoe die systemen die we nu bouwen misschien wel over 30 jaar worden bedacht als verschrikkelijk onzuinig en vervuilend. Maar ik vind het leuk om dat soort discussies te kunnen hebben. Dus ja, ik ben er wel, ik vind het wel leuk. Je ziet het al allemaal gewoon veranderen als je hier ook rondloopt. Je ziet heel veel dingen waar jij jezelf niet ziet bij een bedrijf van jezelf. Hoeveel het er al gaat veranderen. Wat mij altijd verbaast is dat er niet meer mensen kiezen voor ons vak. Ik verbaas me daar elke keer over. Alle facetten van de techniek kom je tegen in de installatietechniek. Het is in mijn optiek het mooiste vak wat er is. Ja, als ik aan het werk ga, ik ga met lach heen en ik kom met lach terug. Ik heb zoveel plezier in mijn werk. En dan hoop ik dat ik het ook zo hou. Dit is het begin. Dit is het begin. Het wordt steeds leuker.